Lorindeel. Ah. Wabidi Lorindeel. Hoe is het voor jullie verlopen? Goed. Goed. Nee, ja, we hebben nog 3 dagen te gaan, inclusief vanavond. En wij zijn heel erg enthousiast en blij en vrolijk. En wat festivals dan altijd zeggen, is dat er weer meer bezoekers zijn gekomen dan vorig jaar. We hadden dit jaar ook een groter programma dan vorig jaar. Dus gelukkig zijn er dit jaar meer bezoekers gekomen, ook weer dan veel meer bezoekers waarschijnlijk dan de jaren daarvoor. Ja. En over hoeveel bezoekers hebben we dan? Ja, we zijn nog aan het offeren afronden, dus dat kan ik nu nog niet precies zeggen. We hebben nog een aantal voorstellingen. We wachten met spanning op de laatste cijfers van de theaters. Nee. Dus ik heb nu nog geen beeld. Zondagochtend, als het goed is, dan weten we. Zijn er wel bepaalde voorstellingen die misschien een beetje zijn tegengevallen of juist heel erg zijn meegevallen qua publieksbereik? Nou, wat lastiger is geweest dan we hadden gedacht, of we wisten wel dat het heel moeilijk zou zijn, maar 19 voorstellingen Vela in Carré, dat was geen sinecure. En de afgelopen week was fantastisch en heel goed bezet. Vanavond is ongelooflijk uitverkocht en nu staan ze voor Carré. Dat hadden wij wel graag een weekje eerder gezien. Ja. Ja. Maar betekent dat een voorstelling is geweest waar jullie op toe moeten leggen? We krijgen 4 miljoen okay, subsidie. Nou, wij leggen op alles toe. Mm-hmm. Dus dat is, ja. Ja. Maar betekent dat ook dat het... Dat zo'n voorstelling als Vela verkopen, dat toch net iets anders is? Nou, dat wisten we van tevoren. En het Holland Festival, de meeste voorstellingen zijn hier tussen de 1 en 4 keer te zien. Meestal 2 keer. Mm-hmm. Dus we wisten dat dat 19 keer Carré, dat een hele andere aanpak zou vragen. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben jullie volgens mij allemaal kunnen zien. Andere affiches, een hele grote publiciteit. Zijn jullie daar ook advies aangevraagd bij Van de Ende bijvoorbeeld? We hebben met veel mensen daarover gepraat, ja. Dus waaronder Carré natuurlijk zelf, die doet niet anders. Dus we hebben daar veel over gesproken van tevoren, ja. En volgend jaar weer zoiets of dat... Is het nu nog te vroeg voor? Ja, het programma van 2012 staat nog heel grof in de stijgers natuurlijk. Als zich weer iets voordoet, dat waarvan we denken dat artistiek heel, heel goed is, heel interessant is. En dat tegelijkertijd ook een breder publiek kan aanspreken dan alleen het Holland Festival publiek, zullen we dat zeker weer doen. Ja. Want dat is goed bevallen. Maar zijn jullie er ook in geslaagd? Om daar een breder publiek, die indruk hebben wij wel. Er volgt natuurlijk ook nog een analyse van adresgegevens. Maar ja, ik denk, jullie hebben veel hier rondgelopen. En ik denk dat we dat allemaal hebben kunnen zien. En bij Vela zat denk ik echt veel mensen in de zaal die niet elke maand naar het theater gaan. Maar ook bij Nia, dansvoorstelling in de Stad Schouwburg, hebben denk ik echt ander publiek naar binnen gehad. Ook bij Before I Sleep op de Zuidas. Dus ik heb veel nieuwe gezichten gezien, ja. Nog even de bezuinigingen, ja. Annette. Jullie zijn daar toch redelijk goed uitgekomen uit deze slachting. Hebben jullie een klein vreugdesprongetje gemaakt of dat niet? Nee. Wij worden inderdaad relatief gespaard. Hè. Zoals het er nu naar uitziet, worden wij dan met zo'n 10-15% gekort. Van 3,3 miljoen naar 2,9. Ja, 3,3, 3,4 hebben we nu naar 2,9. Laat wel, dat is dus echt gewoon ruim €400.000 minder. Dat is niet niks. Maar evengoed zijn wij blij dat het niet in eerste instantie de 25-30% is geworden. Maar dat vreugdesprongetje hebben wij niet gemaakt, nee. Want daarvoor is de toestand veel en veel te ernstig. En hebben natuurlijk de bezuinigingen zoals ze er nu uitzien, desastreus effect op het Nederlandse culturele leven. En dat heeft ook zijn weerslag op het Holland Festival. Die 4 ton overigens, weet je al hoe je die op gaat vangen? Of ga je dat uit de markt proberen te halen? Kan dat überhaupt? Je vraagt veel tegelijkertijd. Even denken. Ja, tuurlijk, we zijn scenario's aan het maken. Hè, hoe we met die €400.000 subsidie minder, hoe we nog steeds een heel rijk festival kunnen maken. Dan bedoel ik rijk in aanbod en diversiteit van het aanbod. En ja, natuurlijk gaan we proberen om het aandeel eigen inkomsten, dus publieksinkomsten, fondsen, sponsors, donaties, om dat te vergroten. Daar zijn we ook al langer mee bezig dan gisteren, zeg maar. Maar die ruimte is er ook, denk je? Nou ja, we zitten nu met heel veel partijen op een markt die je toch, zal elke VVD'er ook een krappe markt noemen, om in die termen te blijven. Dus nee, we gaan heel veel gezelschappen gaan nu heel erg hun best doen om dat te doen. En het is niet eenvoudig en het gaat vooral niet snel. En dat is natuurlijk ook wat me zo hindert aan het voorgestelde beleid. Het Holland Festival is echt al lang bezig met sponsoring, met het
proberen om geld te krijgen van particulieren. En dat lukt ons heel behoorlijk met ruim 30% eigen inkomsten. Maar wij weten dus ook dat dat niet van de een op de andere dag gaat. Een gesprek met een sponsor kost tijd. Kost echt tijd. Met particulieren nog meer. Ze leren je kennen, jij leert hen kennen. Je praat met hen over wat je bent en wat je artistiek voorstelt. En dan komt het gesprek op een gegeven moment over op geld. Maar dat is niet van, vond je het leuk, nou ja, doe je mee, betalen. Zo werkt dat niet. Het betekent dat je zondag mee gaat lopen in de mars? Het is maandag, hè? Ja, van zondag op maandag. Ja, van zondag op maandag. Nou, wij gaan dan eerst... Hebben wij nog een festivaletje. Dat sluiten we dat af. Dat is nog een klein detail. En dat is nog een klein detail. En ook heel goed voor het culturele leven. En dan is... wij zouden afsluiten met een... We hebben elke dag festivalstaf. Vergaderen we elke ochtend. Dat zou ook maandagochtend het geval zijn. En dat is uitgesteld naar dinsdagochtend. Zodat iedereen het hele Holland Festival naar Den Haag kan. Nadat we een beetje hebben uitgeslapen. Dank je. Er staan nog heel veel mensen buiten. Zwarte Madonna. Who did?